zonsondergang, twee muskusossen, fantastisch. Wat een super mooie dag. Het is prachtig. Het is zelfs zo warm dat we allebei zonder jas lopen en we stermen ondergoed. Dat zegt wel iets. We hebben de eerste muskusossen gevonden. Daar bovenop. Dus we lopen nu onderlangs om een wat mooiere achtergrond te krijgen in de foto's. En niet alleen die strak blauwe lucht. Een topje bereikt. Wat is dat? Nee. Je ziet niks? Nee. Dan die andere twee pakken. Die boven. Ja. Tegen die witte achtergrond kun je hem goed zien. Ik weet niet of jullie het ook zien. Loopt de eerste muskusos. Dat is heel mooi. Hij gaat langzaam naar boven. Ik denk dat wij dat ook moeten doen. Wat een prachtig gezicht zeg. Helemaal in een witte omgeving. Spierwitte achtergrond van de berg die erachter staat. Dat is heel mooi. Rustig zijn gang. Loopt een beetje te grazen. Hij heeft ons ook nog niet gezien. Het zal niet lang meer duren. We gaan een stukje verder omhoog hier. De helling op. Daar loopt Niels. En dan lopen we langzaam weer die kant op. Zodat de muskusos ons aankijkt. Met een mooie achtergrond. We zijn boven. En het blijken twee mannetjes te zijn. We doen eerst even een bakje, maar ze begonnen meteen te vechten. Dus ik denk dat we de koffie even overslaan. Eerst de camera uit de tas halen. Ja, ik denk dat ze nog wel een keer gaan. Oh, ze gaan al. Oh, nice. Nou, dat is gaaf.
staan ze met z'n tweeën. Je hebt de dikke jas inmiddels ook weer aan, want het is hierboven een stuk frisser dan beneden. Daar liepen we gewoon in ons thermoshirt. Maar hier is het toch ijzig koud. Min 9 is het vandaag, dus dat is prima. En hier achter mij staan de ossen. Met z'n tweeën. Mooi trouwens dat die tentjes gisteravond nog stonden. Die hebben flink wat te verduren gekregen. En toen dachten we dat de storm nog zou komen. Nou, dat maakt wel een beetje zorgen. Nou, het was eigenlijk gewoon een dag te vroeg. Ja. Yep. Gewoon de eerste dag gelijk. Ja, alles ingesneeuwd. Alles in de voortent, brandertje, pan. Ja, dat is heftig, hoor. Alles onder een halve meter sneeuw. Ik kon niet eens koffie zetten 's ochtends. Ja. Geen oog dicht gedaan 's nachts. De hele tijd zo mijn tent tegenhouden. Ik dacht uiteindelijk echt dat hij het ging begeven. Nou, stoere verhalen, dat wel. Stoere verhalen, ja. Ja, maar niemand gelooft het als ze dit weer zien. De filmpjes die ik heb van het vliegtuig zijn toevallig weg. Oh, ja. Corrupt kaartje. Ja hoor. Ja. Ah, gelukkig heb ik gefilmd dat ik mijn tent uitgraaf. Jammer dat het nodig was, maar...
Het zijn nog geen hele bijzondere foto's. Kan ook bijna niet van twee slapende muskusossen. Maar het is misschien wel leuk om even een wat kortere lens, een zoomlens erbij te pakken. En te kijken of we ze een beetje in het landschap kunnen fotograferen. Dus ik ga maar even wisselen. Het is flink glad hier. Beginnersfout. Dichterbij kunnen komen. Daar is Niels spectaculaire beelden aan het maken. Van mezelf. Van zichzelf. Het leven van een vlogger. Nou. Ik denk dat mijn lichaam geschreven is. We hebben besloten dat we de rest van de dag bij deze twee muskusossen blijven. We gaan niet nog verder. Ook omdat dit twee mannetjes zijn. En de kans dat ze gaan vechten met elkaar. Of vechten, schijngevechten. Is best wel groot. Dat deden ze ook toen we net aankwamen lopen. Dus eigenlijk wil ik dat even afwachten. Het zou helemaal mooi zijn als ze dat doen. Zo met zonsondergang. Voordeel is ook dat het van hier niet heel ver lopen is naar de tenten. Die staan daar beneden in het dal. Maar we moeten gewoon wachten. Vandaag een mooie dag achter de rug. Veel gefotografeerd. Eigenlijk de hele dag bij dezelfde twee muskusossen. Twee stieren. In het begin vochten ze nog wel wat met elkaar. Dus middags wat minder hebben ze vooral gelegen. Maar met zonsondergang kan er weer wat meer leven in. Dan werden ze wat actiever. Dus dat was mooi. Daar staan de tenten. Niels zit er al in. Die is een maaltijd aan het koken. Dat ga ik ook even doen zo. En dat duurt altijd wat langer dan wanneer je dat thuis doet. Veel bezig met sneeuw smelten. 'S Ochtends 3 liter moeten smelten. Voor het ontbijt, voor koffie, thee om mee te nemen. En een warme fles om de accu's warm te houden die in de slaapzak liggen. Dus die morgen meegaan. Dus er gaat een hoop brandstof doorheen en er wordt een hoop sneeuw gesmolten. Mijn spraak is ook niet meer alles. Het is ook wel eens beter geweest, maar dat zal de kou zijn, denk ik. Ik ga ook richting de tent.
Niels? Ja? Ik zak zojuist tot mijn heup in de sneeuw. Ja. Naast mijn tent. Nou. Kom kijken dan. Ja. Wat is dit? Serieus? Ja. Serieus? Ja man. Ik was even een filmpje aan het maken en vertellen van vandaag. En ik denk, ik loop naar mijn tent en mijn voet zit helemaal gewoon recht naar beneden. Ga weg. Nee, dit is echt. Is het een grap of niet? Je ziet het toch? Ja, heb je het? Nee, je hebt het ook niet zo graven, toch? Nee, ik heb het niet graven, nee. Pak even op. Ja, jij denkt voor de kijkers. Extra views, extra... Ja, ja, nou. Serieus? Ja, echt. Wacht, ik zal kijken of ik zo uitkom. Hoe is het gevaarlijk, man? Jezus. Goed. Er zat waarschijnlijk allemaal lucht door nog ruimte. Ik denk het, ja. Hier, de haaien. Hoppakee. Leuk, hè? Okay. Nou, het is gewoon langs die rots die daar zit. Het is die sneeuw hier aangezien. Sneeuw. Ik heb even wat opnemen. Wat ga je eten maken, hè? Eten. Staat je brandertje aan? Nee, nog niet. Ah. Hup. Gaan we naar binnen. Even kijken of ik met één hand die rits open krijg. Ja. Nou, lekker opwarmen zo. Bij een vuurtje. Ik zal deze even openzetten. Een beetje ventileren. We hebben niet heel veel gelopen vandaag, maar we zijn toch wel lang op pad geweest. De hele dag bij twee stieren gezeten. Dezelfde. En toen we daar aankwamen, toen waren ze al met elkaar aan het vechten. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Maar 's middags, toen gingen ze rustig, gingen ze liggen, een beetje eten. En er zat er weinig actie meer in. We hebben wel besloten dat we diezelfde stieren morgen ook weer gaan zoeken. En dan zo rond zonsopkomst, dus we moeten vroeg uit. Nou, dat moet lukken. Eerst even lekker eten. Het wordt het. Couscous. Prima.
eens even open draaien. Het is altijd een goed gevoel als je je brandertje aan hebt in je tent. Het gaat ook weer flink harder waaien. Want dat lijkt iedere avond te gebeuren. Voor morgenavond verwachten ze zelfs weer een storm. Een beetje zoals we die de eerste avond ook hadden. Dus daar ben ik niet heel blij mee. Maar het hoort erbij, denk ik. Het hele winterkamperen. Tent vol met damp. Dat is niet zo heel erg handig. Dat bevriest straks natuurlijk allemaal. Ja. Dat ga ik niet in mijn tent doen. Is goed. Nou. Dat is één. Het is smakelijk. Wat is het? Pasta carbonara. Lekker hoor. Water is goed. Veggie couscous. Prima maaltijd, hè? Dan gaan we op zoek naar het zakje. Daar. Er zit altijd zo'n zuurstofvreter in. Maar die zijn niet lekker, dus die moet je eruit halen. Het staat er echt. Het zijn er geen acht, maar ik vind dat de tijd om is. Oh, dat ziet er best lekker uit. Prima. Eet smakelijk. De kou buiten houden. Lekker. Nergens voor nodig, 8 minuten wachten.